Waar ze vooral heel goed in zijn, is in de klantvriendelijkheid. Ze zijn echt het meest publieksvriendelijke museum, althans in de reeks van genomineerden die wij op het lijstje hadden staan. Dit museum weet gewoon mensen aan zich te binden. Mensen die anders misschien nooit in een museum zouden komen. Dat doen ze echt goed. En af naar Rijnmond kijken! Zeer trots. Dit is natuurlijk de kroon op het werk van het team van het museum. Eigenlijk zijn ze 5 jaar keihard aan het werk geweest vanaf het moment dat we het museum hebben omgedraaid, min of meer. Maar dat hebben zij natuurlijk gedaan. En dit is de kroon op het werk. Hè. Dit is waar het om draaide. Het meest publieksvriendelijke museum, geweldig. Jij als Schiedammer moet ook trots voelen. Ik heb ook gestemd, ja. Je hart van open natuurlijk. Ik heb gestemd. Toch wel op het goede museum, hè? We staan hier in het monumentale gasthuis. We hebben een prachtig historisch plein voor de deur. Wat al heel mooi is, maar wat nog mooier kan worden. En daar willen we echt een warme ontmoetingsplek van maken. Dus die gaan we daar aan besteden. Ik sta trouwens voor de poster van de poeptentoonstelling van Manzoni. Had je niet liever een ton poep gehad? Nee, liever niet natuurlijk. Maar wel de titel Museum van het Jaar. Hoe mooi is dat? Pindakaasvloer van Wim T. Schippers is ook binnen. Een ton pindakaas, had je daar blij mee geweest? Nee, we zijn heel gelukkig met de pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Die is helemaal goed zoals hij is. Het is geen koffietijd. It's 5 o'clock somewhere. Tijd voor champagne. Zo is dat. Leuk, hè? Ik ben gek op dit museum. Wat is dit leuk? Het Stedelijk Museum Schiedam. Vaak in Schiedam? Nee. Nee, ik ben hier nu echt een paar keer geweest vanwege die nominatie. Maar, maar Schiedam is wel een liefelijke stad. Dat wist ik niet. Nou, we hebben nog een paar huisjes vrij, hoor. Ja, hè? Ik heb nog een nieuwtje voor je. We gaan vanaf maandag, of eigenlijk dinsdag zijn we weer open. Maandag zijn we altijd gesloten. We hebben een nieuw kaartje. Het komt nog een keertje kaartje. Dus als er kijkers zijn die nog nooit in het Stedelijk Museum Schiedam zijn geweest. En nu heel nieuwsgierig zijn. Wat is dat voor museum? Kom kijken. Koop een kaartje. Maar als het dan niet helemaal aan je verwachtingen voldoet. En je wil nog een keer terugkomen. Krijg je een kaartje. Kom nog een keertje kaartje. Dus ik zou zeggen, kom allemaal naar het Museum van het Jaar 2019 in Schiedam. En de pindakaas, ik heb om hier die opname te maken van de nominatie, heb ik bij de vloer gelegen, de pindakaasvloer. En dan lag ik er een beetje zo bij, als zo van, kijk eens in hier. En dat moest een paar keer over, dan moest ik zo gebaar maken van, en hier is de vloer. En ja hoor, mijn motoriek is dan toch een beetje raar. Dus hup, daar ging ik met mijn volle hand zo door de pindakaas. Dus dat heeft ze nog geld gekost, want er moesten natuurlijk weer mensen bij komen om die pindakaas weer recht te vegen. Maar ik had dus de pindakaas. Kijk je daar je middelvinger op? Nee, ik had de pindakaas van Wim T. Schippers aan mijn middelvinger. Ja. Kan je nagaan. Gadverdamme. Ja. Hey, hartstikke leuk dat je hier was en we hopen je gauw weer te zien. Nu museum. Maak jij het smerig, hè? Ja, dat is mijn taak. Dat doe jij, hè? Ja, dat is een beetje, zit in mijn genen. Okay. Ik ben een Schiedammer namelijk. Oké.